De nachtzoen. Deze buikdanseres en universitair docent wilde als kind altijd meer, altijd verder. Te veel, te ver, zei iedereen. Pas in Parijs hoorden ze voor het eerst dat ze niet te veel was. Deze nachtzoen krijgen we van Kautar Darmoni. Kautar, hoe zijn Tunesische nachten? Ah, Tunesische nachten zijn vol met miskelil. Miskelil is een plant die alleen maar 's nachts zijn geur loslaat. En dat hadden we in een oude Arabische huis met een patio. En dan heb je altijd jasmijn en miskelil. Dus die nachten die ruiken altijd naar jasmijn en miskelil. En wat voor dagen waren het voor jou als kind? Voor dagen? De dagen waren heel druk. Met schoonmaken, met zorgen voor mijn zusjes, met van alles. En de nachten waren heel rustig. En wat was jij voor een kind? Ik denk als ik in Europa zou, zeker in Nederland, geboren getogen zijn, ik zou gezien als een ADHD-kind. Gelukkig was ik niet hier. Ik was gewoon super actief. Dus daarom ook ging ik heel veel dansen om mijn energie kwijt te raken. Wat betekende dansen toen al voor jou? Want je bent later ook buikdanseres geworden. Ik begon te dansen om mijn energie kwijt te raken. En ook omdat ik dat niet anders kon. Ik had dat volgens mijn expressie. Dat we dansen altijd met de vrouwen. Dus ik was niet die enige die danste. Maar ik was echt gek op dansen. En wat ik mooi vind in Tunesië toen, mensen dansten niet alleen voor als het goed ging, maar ze gingen ook dansen als het slecht met hun ging. Dus die vrouwen kwamen bij elkaar. Gingen ze bijvoorbeeld huilen samen. Gingen ze bepaalde rituelen doen. Gingen ze bijvoorbeeld shaken. Dus die dans was altijd met verdriet, met vreugde, met alles. Nou ben je, behalve buikdanseres, ook nog universitair docent gender. Mm-hmm. Was jij als meisje al bewust van de verschillen tussen jongens en meisjes? Ik weet het, dat voor mij de allerbelangrijkste issue was. Ik zag Arabische en Tunesische vrouwen binnenhuis heel krachtig en sterk. Die zijn geen watjes hoor. Maar dan gaan ze naar buiten en dan worden ze submissief en onderdanig. En toen dacht ik, hoe komt dat? Waarom gedragen ze zich zo? En toen heb ik ontdekt, oké, de buitenwereld, dat is die man, is de baas. Maar binnenhuis, de vrouw is de baas. En toen vond ik die power game continu zo vermoeiend. Dus ik zocht naar antwoorden. Waarom is dat zo? En hoe kan dat ook anders zijn? Omdat ik vond dat als kind gewoon onrechtvaardig, zo'n systeem. En dat was eigenlijk mijn allereerste interesse in gender. En kon je daar met mensen over praten? Of hadden die zoiets van... Nee. Maakte dat je eenzaam? Ja, ik was heel eenzaam als kind. Ja? Aan de ene kant, ik was heel sociaal. Maar aan de andere kant, mijn moeder zei altijd, je wil te veel. Omdat ik wou altijd verder. Ik ging altijd vragen stellen. Waarom is dat zo? En ik kon nooit genoegen nemen met het antwoord, oh ja, omdat je een meisje bent. Of omdat het is allemaal... Nou, dat is voor mij was onacceptabel. Betekent dat ik ging altijd ook de regels uitdagen en de grenzen zoeken. Soms ook heel ver. En ik was ook very rebellious. En dus dat was continu conflict. Betekent ook, maar ik kon dat ook niet doen. Ik kon die onrechtvaardigheid ook niet accepteren. Dus betekent ook, ik word vaak ook geïsoleerd. Mm-hmm. Ook op school, met meisjes, met in mijn familie. En, Wie was de eerste die tegen jou zei, je bent helemaal niet te veel? Ik denk toen ik in... toen ik in Parijs woonde. En dan een van mijn beste vrienden, die is vandaag 84. Die is een Tunesische Joods. En die zei tegen mij, je bent niet veel. Zij zijn te weinig. Ik denk dat we hier heel mooi de nacht mee in kunnen. Hoe ging jij vroeger als kind, hoe werd je ingestopt? Ik wou nooit slapen. Dus het was altijd moeilijk. Maar wat ik mooi vind, is dus dan zegt mijn moeder, oké, Leila Saida. En dan, ze laat altijd de deur open. En dan mijn vader, die hield heel erg van Arabische klassieke muziek.
Dus de deuren blijven open en mijn vader luisterde tot 11 uur 's nachts naar Om Kulthum en naar Abd al-Halim. Dus ik ben bijna elke nacht ging ik slapen met de allermooiste muziek van de Arabische klassieke muziek. En zo ging ik. En daarom ook hou ik van zoveel van dans. Het was fantastisch. En ze zei Lail. Leila Saïda, dat jouw nacht is vol met geluk, met vreugde. Ja, ik kan niet een andere, betere nacht wensen. Leila Saïda.